leuk om in Almelo te zijn. Niet zo mooi als Deventer natuurlijk, maar op de tweede plek zullen we. Ik zal u even kort de bedoeling van deze middag zeggen. Nou, ik heb al een aantal jaren in mijn hoofd zitten van ik zou ook wel een keer politiek actief willen worden. En dat ben ik eigenlijk geworden omdat ik in de loop van de jaren zag dat zowel de agrarische sector, maar zeker ook het platteland in het algemeen in Den Haag eigenlijk geen stem heeft. En ik dacht van ja, je kan daarover klagen, je kan van alles en nog wat doen. Maar als je echt wat wil bereiken, dan moet je gewoon zelf politiek actief worden. En dan moet je zelf de politieke agenda beïnvloeden. En hoe kun je dat doen? Door een eigen partij op te richten. Nu, kijk, mijn bijdrage is wat mij betreft laten zien dat er wel mensen in de politiek zijn die wel oprecht zijn, die goed laten zien wat ze doen, die transparant zijn. Ik deel heel veel, mensen mogen alles over mij weten. En gewoon voor een eerlijk beleid gaan. Hè? Kijk, mijn motto is een beetje, en dat is een uitspraak eigenlijk van koningin Elisabeth, die zegt van eigenlijk moet je het tempo lopen van de langzaamste persoon in het land. Want dan zorg je dat niemand achterblijft. Dat vond ik zo'n mooie uitspraak en die is helemaal van toepassing op mij, vind ik zelf. Want dat vind ik gewoon een heel mooi uitgangspunt om je werk te doen. Kijk, heel veel mensen denken dat we alleen maar voor boeren zijn, alleen maar boeren dingen doen. Maar dat is gewoon niet zo. Dat zie je ook in het kamerwerk, zie je dat wel terug. En ik vind het gewoon belangrijk om contact te hebben met iedereen. En dat hoeft niet hele grote bijeenkomsten te zijn. Er mogen ook kleinere bijeenkomsten zijn zoals dit. Is voor mij ook heel leerzaam, want ik leer ook heel veel van gesprekken die ik heb. Hè. Mensen die delen hun vragen, hun zorgen. En dat kan ik allemaal meenemen naar Den Haag. En kan ik ook weer verwerken in mijn kamerwerk of meenemen in debatten. Dus ja, dat vind ik gewoon belangrijk. En in die periode, vanaf 2004 tot zeg maar 2011, 12, 13, zag je dat de kritiek op de agrarische sector steeds heviger werd. Kijk, gemeenteraadsverkiezingen gaat echt over alles waar de gemeente voor verantwoordelijk is. En de gemeente die krijgt middelen vanuit de landelijke overheid en die moet het met die middelen doen. Ik vind wel, je moet de lokale politiek afrekenen op wat ze hier lokaal presteren of niet helaas presteren. Helaas is dat niet het. Kent u Almelo een beetje? Een beetje, ja. Ik heb een tijdje geleden, 20 jaar geleden, heb ik hier ook gewerkt voor een regionale media, zeg maar. En ik ken het natuurlijk van Heracles, als Go Ahead Eagles hier kwam voetballen. Ja, die mag je niet vergeten als je mag een je niet vergeten. Nee, alleen mijn hart is rood-geel en niet wit-zwart.